Je zit op FM 102.8 of op Middengolf 1512. En je zit meteen goed voor de eerste ochtendspits van Studio Brussel. Ja, ik denk dat de ultieme kwaliteit van radio altijd zal blijven. Dat is de vriend, de warme vriend, de verbindende vriend, die af en toe een verrassing in petto heeft en die een menselijke stem heeft. En ja, ik denk dat dat zal blijven. Radio 1. Houtkiet. En we zijn in alle mogelijke domeinen ambassadeurs, medestanders gaan zoeken in de politiek, in het bedrijfsleven, in de wetenschappelijke wereld, in de culturele wereld, in de mediawereld. En uiteindelijk hadden we toch een flinke stoet van mensen die ook achter die vlag van heldere communicatie wilden gaan staan. Nog eentje, Clementine. We hebben iets gedetecteerd, we hebben een engagement gezocht en gevonden, zowel bij het publiek als bij experten. We zijn ermee bij de politiek gaan aankloppen en uiteindelijk is dat ook een duurzaam label geworden. Dus ik vind dat we daar als openbare omroep onze rol goed hebben gespeeld. De hele week in breedband op de Telenet-site en in smalband op de Canvas-site. Vanaf 2005 ongeveer, Facebook en andere, waarbij er meer en meer gekeken wordt naar sociale media als bron van informatie en ontspanning. Het antwoord dat de publieke omroep daar nu op geeft is: if you cannot beat them, join them. Dat men aansluiting zoekt naar dat soort van media en zich ook op dat pad begeeft. En ik denk met toenemend succes. Je had eigenlijk heel weinig, buiten die klassieke huistuin- en keukenpraatjes, heel weinig programma-inhouden die de leefwereld van vrouwen in Vlaanderen weerspiegelde. Als hun leefwereld niet aan bod komt, gaan ze zich daar ook niet voor interesseren. Dan schrijven we toch eigenlijk al eind jaren 80 en zeker begin jaren 90, eer we op een kritische manier zijn beginnen kijken naar bijvoorbeeld onze selectieprocedures. Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen zich melden voor een functie die dan te maken heeft met programma maken, journalist, producer? Het was zeker de bedoeling van Clara om die muziek toegankelijker te maken voor een breder publiek. Overgang van Radio 3 naar Clara is toch een serieuze stap geweest. Maar die radio werd gemaakt door hoogopgeleide muzici. De meeste producers en leidinggevenden waren componisten en muzikologen. Dus wat zij afleverden stond op zeer hoog niveau, maar had misschien het kleine nadeel, zeker in een openbare omroep, dat je dat deel van het publiek, de quasi-leken of puur simpel geïnteresseerden, links liet liggen. In Boulder, Colorado, daar was het hoofdkwartier van de Amerikaanse Klimatologische Dienst. En daar is toen eigenlijk een idee ontwikkeld die ik een paar jaar later in een programma heb vergaderd, namelijk dat de opwarming van de aarde toen al druk bezig was. A gas that tends to preferentially let the sun's energy in and block the outgoing earth radiation or terrestrial radiation, just like the glass in a greenhouse lets the sun's energy in and then keeps that heat inside. So by analogy, the more CO2 we put in the air, the warmer we expect the earth to be. De waarschijnlijkheid bestaat dat de invloed van de mens op het klimaat erg diepgaand is. Daar was al een traditie van dat gewone mensen ook aan bod mochten komen. En dat was ook wat ik dacht, omdat ik vond dat die veel te weinig kansen kregen in het journaal. Daar zag je heel veel sprekende hoofden, ministers en politici en ook wetenschapslui enzovoort en heel weinig gewone mensen. Nou, mijn betreurde collega Milau die zei altijd, wat wij doen is mensen opvoeren waar een kadertje rond staat. Speciale mensen of mensen die iets te zeggen hebben. Ofwel voeren we gewone mensen op en trekken er een kadertje rond. Er was een klacht ingediend tegen een uitzending van Maurice de Wilde. Ondanks het verbod van de rechter in eerste aanleg te Brussel, heeft de BRT zo pas
besloten toch de omstreden enquête van Maurice de Wilde uit te zenden. Omdat met zulke werkwijze het eigenlijk mogelijk wordt dat iedereen op eenvoudig, eenzijdig verzoek elke uitzending zou kunnen doen opschorten, heeft de BRT besloten de omstreden enquête van Maurice de Wilde over zender Brussel alsnog uit te zenden. Deurwaarder die zegt, vraag u, ik moet die band komen ophalen. Zet die uitzending stop en geef mij die band. Ik ga u die niet geven. U weigert het geven. Ja, ik weigert het geven. Was zeker niet de moeilijkste beslissing die ik in mijn leven heb moeten nemen.